Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Minecraft. Ik logde in, net zoals iedere andere opnamedag. En tada. Mwahaha, ik heb je huis gevonden. Ik dacht, ik maak je tuin even wat minder droevig. Oké, who is responsible for this shit? Iemand heeft gewoon een farm gigantisch groot gemaakt. Echt gigantisch groot. Minder droevig, maar plaats geen toortjes. En overal zonnebloemen. Maar, wacht eens even. Oeh, mijn diamonds zijn er nog, gelukkig. Juist. We beginnen natuurlijk even onze aflevering door onze katje een dingetje te geven. Wat is dit? Ja, oké, ik ben weer op de hoogte. Oh, mijn god. Hemel, hoe jullie mijn hoofd hebben ingeslagen voor het feit dat ik geen boot had gemaakt de vorige aflevering. Nou, weet je wat? Ik maakte gelijk twee. Oh, ter goedmaking van de vorige aflevering. Tieft stralen we er gelijk hier. Oh mijn god, wie heeft dit gedaan? Dit is ook zo klote georganiseerd, want ik wil mijn deur niet uitkomen en gelijk een farm hebben. Oh, wie heeft deze schade veroorzaakt? Wat is dit nou? Zal ik eens met die boten doen? Ja, wie zit nou mijn vredige wereldje te infiltreren? Ik probeer hier gewoon iets heel leuks te doen, opkutten met je bord. Ik probeer hier gewoon heel wat leuks te doen, al heeft hij mijn dorpje gesaboteerd. Dan word ik... dan flip ik echt oprecht. Dat, you do not touch my dorpelingen. Yes, dat bedoel ik, oké. De spulletjes moeten er nog wel in blijven zitten. Want ik wilde namelijk, even kijken, leuke dingen doen met het dorp. Want ik kwam er dus achter. Creepersan! Maar waar zijn alle villagers? Oh no! Oh no! Oh no! Get lost, boy! Ow. Maar waar zijn alle villagers nou? Oh, hier zijn jullie. Oh, gelukkig. Oké, wacht. Ik zal grote bescherm. Oké. Ik kwam erachter dat zij helemaal geen werk hebben. Zie je, dan worden ze boos en hebben ze geen werk. En dat blijkt dus dat als je, zoals wij in ons huisje hebben een loom, of inderdaad een brewing stand. Een brewing stand in iemands huisje vertegenwoordigt dat karakter en, weet ik veel wat deze doet, een librarian of een enchanter of zoiets, een van die twee. Maar dan heb je dus inderdaad ook die andere bloks, zoals een loom en een stonecutter, et cetera. Naar aanleiding van dat hebben ze dus werk. Alleen ik zie dus hier, deze hebben geen bed in het huisje. Wat dus betekent dat zij daar niet kunnen slapen. Dus in zekere zin daar niet wonen. Dus we hebben hier vier werkloze knakkers. En die gaan wij aan werk helpen. Nu moet ik even kijken wat ze nog meer hebben. Want die ene die ik net inderdaad benoemde. Oké, die heeft een bed. Van die librarian. Die is heel handig om te hebben. Want die verkoopt dus enchanted books. Was dat deze? Oké, dus ik moet iets van drie bedden maken. Hier staat er nog één. Dat is goed. Hier staat ook nog eentje met troep erin. Ja, hier kan ik ook wat plaatsen. Dus eigenlijk de dingetjes die wij hebben gemaakt in ons huisje, kunnen wij eigenlijk daar naartoe verplaatsen. En ja, ik weet echt niet wie dit allemaal heeft gedaan. Maar het is echt te veel van het goede. Hoe kom je überhaupt ook aan meer dan 21 sunflowers? Oké, dit zijn dus gewoon echt... Jesus Christ. Oeh, wat bleek? Ja. Dat moest ik eigenlijk ook hier allemaal mee doen. Een compostbin. Kut op me, die bordjes. Die leiden me heel erg af. Er zijn zoveel dingen om te doen. En ik weet belangen aan niet hoe alles werkt. Een composter. Dit was het, toch? Ja. Drie planken, vier hekjes. Composter. Oké, en dus als ik deze composter... Fucking, plaats ik hier wel gewoon... Oké, ik kan er niet op rechtermuis klikken. Kan ik dan gewoon zo? I throw it in? No. Oh! Really? Dit moet je op deze manier doen? Oh, fuck.
En nu zit hij... Oeh! Really? Dit moet ik één voor één plaatsen? Oh, dit is the worst. Alsjeblieft, hier moet er wel een betere oplossing voor zijn. Oh my god. Oké, whatever. Goed, dat betekent gewoon heel lang rechtermuisklik daarop inhouden. Waar zijn mijn potaters? Ja, ik kan het in het midst van de chaos niet zien. Degene die dit heeft gedaan, het is goed bedoeld, dankjewel, maar liever niet. Oké, die loom. Daar kan ik wat mee. Deze, inderdaad. Die kan weg. Wat was het? Een smithing table. Oh god, hoe heette dat ene ding ook weer? Dat was iets van een lectern of zoiets. Een soort spraaktafel die je wel eens in een kerk ziet of zo. Ik weet niet of je met een barrel ook iets kan doen. Dat zal ik even moeten opzoeken. Ja, deze moet ik hebben. Ah, daar heb ik wel een boekenkast voor nodig. Oké, hoe maakt men een boekenkast? Het is niet alsof ik het hierin kan typen. Dus het fucking crafting systeem is nog niet helemaal wat ik zou willen dat het is. Boek. En hout. En volgens mij was dat zo, als ik het goed heb. Ja, boekenkast. En slabs moet ik hebben. Oké, slabs. I got the horses in the slabs. Hoppa. En boekenkast in het midden. En dat is een lectern. Oké, dus dan hebben we nu zojuist twee jobs gecreëerd. Alleen... Dan heb ik nog wool nodig. En misschien is het handig als ik daarvoor gewoon iets van een scissors maak. Ja. En knip. Oeh, dan kwamen we met de drie uit. Ja, er zijn hier drie schapen. Maar het is gewoon echt, als ze één keer gras eten, dan is het gelijk ploep. Hé, dan is er wol bij. Maar ik heb nu toch al genoeg. Dus dat is goed. Nog steeds in het vliegende bosje daar zit echt nog één blokje hout ergens verstopt. En ik erger me er mateloos aan. Hallo? Nou, hier moet ik niet zijn. Ik moet even een huisje vinden zonder... excuse? Zonder een bed. Deze heeft het. Laat ik anders... Ja, deze heeft het ook. Deze heeft geen dingetje dus. Wat nou als ik hier... Bloep! You have a job! You're welcome! Oké, welke zullen we de lectern geven? Ik denk deze. Deze is wel prima. En zo. Kom het bosje er even uit. Zo. You have a job. Yes. Welke had nog geen bed? Deze had een bed. Misschien die hierachter had geen bed. Mhm. Bed. You're welcome. En jij ook. Bed. Oh shit, mijn bed spawn set. Fuck, ik heb verkeerd geklikt. Oh shit. Hello, you have jobs now? Jobs, 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 jobs. No jobs. Shit. Het zijn ook maar 4 inwoners. Waar de hell is de rest? Huppakee, hier dan nog een bed. Ja, ik verbaas me er gewoon over. Misschien... Wat was dat ook weer? Ah, fuck, hoe werkte dat? Je kon zeg maar... villagers met elkaar laten breeden, zo te zeggen. En dat moest naar aanleiding van... Do you want some... Yes? No? Oké, misschien jullie? Hier. Brood? Heb je het brood opgepikt? You have. Hier, neem brood. Even kijken, volgens mij heb ik nu goed gerekend. Volgens mij moesten ze 3 per stuk hebben qua brood. Oké, fuck it. Hier, neem nog meer. Nu heb je er 2 opgepakt. Hier. Oké. You go frick now? Ja, wat zitten jullie nou allemaal glazig naar me te kijken? Ik ben ook maar aan het observeren hier. Weet je dat ik niet kijk anders? Anders ga ik wel zo staan. Ja, wat zit je nou narig te wezen? Hier, neem brood. Wat sta jij daar nou weer boven? Ik snap hier de touwkleren niet van, joh. Ze pakken het allemaal op, maar ze doen er niks mee. Ik snap het niet. Mijn dorpje is naar de kloten. En ik wil mezelf niet de schuld geven. Ho! Wat? Oké, compostbin moet niet hier gaan staan voordat straks mijn hele huis... Ik ben blij dat mijn huis niet van hout was. Anders was alles naar de galamiezen gebrand, joh. Hemeltje. Oké, ik heb even een klusje voor de boeg. Want ik ga dit even helemaal dichtgooien weer. Want ik wil niet dat mijn farm zo... moker chaotisch is. En... Bloep. Yes. Zoals het weer was. Heel fijn. Goed, hoe ik eigenlijk vandaag ben geïnfiltreerd door... willekeurige goochem nummer 3... Oh, ik wil jullie even van de deur weggaan, mannen. Wilde ik eigenlijk mijn vriendinnetje in het spel opzoeken.
Want die heeft ergens ook een huisje en ze heeft me ergens een keer ruwe coördinaten doorgegeven. Want ze wilde ik dolgraag dit spelletje op deze server met mij spelen. En ze zei, ja, dat wil ik ook. Alleen, laat me je eerst even opzoeken. Dus wat nou als we gewoon vandaag een leuke verrassing gaan in elkaar flansen. Naar het huisje toe gaan. Het verrassingje achterlaten. En vanuit daar gaan we verder. Hello chickens, I've got the horses in the back. Wat doet het? Oh, helemaal, ik moest een boer laten. Hoppa, weg ermee. Oké, chickens, is dinner time. Yes, go, 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 go. Kloek, 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 kloek. Moet je nou eens kijken, little chickens, big chickens, very chickens. Want, als het goed is, wij hebben nu eieren, we hebben sugar. Oh, oké, goed dat je weer naar binnen vloog, want anders kost het je leven, vriend. We hebben sugarcanes, we hebben eieren. Daarmee kan je, als het goed is, een taart maken. Alleen ik moet even het recept weer erbij pakken, want ik weet het even niet uit mijn hoofd. Sugarcanes maken wij niet peper van, maar gewoon sugar. Yes. En dan hebben we eieren. En dan moesten we melk hebben. Correct. Even kijken. Sugar, ei, wheat en melk. Oké, we need a bucket. Eigenlijk hebben we 3 buckets nodig, dus maak er maar meer. En wheat. Maar dat hebben we. Dus dan doen wij zo. Tik de bucket. Bucket in bucket. 3 buckets. Even kijken. Buckets bovenop. Sugar in die midden. Ei, ei. Nee, dat doe ik fout. Sugar, sugar. Ei. Wheat. Cake. Yeah, I got myself a cake. Oké, dan moet ik nu even die coördinaten weer opzoeken. En we nemen natuurlijk even 2 bordjes mee voor de zekerheid. Zodat we een leuk dingetje kunnen achterlaten. Ik maak een nieuwe boot. Maar dat is niet nodig. Ik confiskeer de boot van deze aflevering. En dan gaan we die gebruiken om richting mijn vriendin toe te varen. Want als het goed is zit ik op een eiland met teringveelzee die kant op. Teringveelzee die kant op. Oké, here we go. Wat ze mij vertelde is dat ze op een eilandje woont. Deze kant op. En dat het er huis uitziet als een soort heksenhoedje, tovenaarshoedje. Die heeft zij al eens een keer eerder gemaakt. Dus ik weet ongeveer wel hoe die eruit ziet. Oh god. Watervlegels, be gone. Eilandje. Oh, kijk, het spant in. Maar daar zijn ook torgis. En... oh, ik dacht bijna dat is een zombie, joh. Hello, is it here? Oeh, heuvel. Ik zie een stonecutter. Ik zie een huisje. Het spant in. Ja hoor, tovenaarshoedje. Oh, zijn we wel op de goede route. Oeh, endermanen. Niet in zijn ogen kijken. Creepermanen, niet dichtbij komen. Shit. Give me my boat. Hello. Be gone. Be gone, zombie man. Hello. Hello. Oké. Okay. We moeten even niet de endermanen aankijken. Doe. Oh, oké. Heel veel zonnebloempjes hier. Ik wil bijna zeggen van... heeft mijn vriendin dan dat verrassingje bij mij achtergelaten? Dat ik zit van... nou, wat voor ondankbare klootzak ben ik dan? Dat ik echt alles heb weggehaald. Maar ik bedoel, de tekst stond erbij. Moehaha, ik heb je huisje gevonden. En zij zegt echt nooit moehaha. Dus ik zat ervan... this doesn't seem like you. Oké. Okay. We gaan checken bij het huisje. Heuvelopwaarts. Oh, Lotje. Hello. De papa. Lotjes huis. Ja, diegene echt van... dus ik heb je huis gevonden. Ik heb nergens mijn huis gelabeld van... dit is mijn huis. Dus iemand heeft mijn video's gekeken. En naar aanleiding van dat... gestreamsniped. Hey, horsey. How you doing? Oké. Okay. I see... oeh, hello kitty. Dat zal waarschijnlijk Bilbootje zijn. Hello. Oh, ja. Ja. It's a work in progress. Maar ja, dat is mijn huisje ook. Oeh, oventjes. Mending. Unbreaking. Protection. Holy shit. Heart of the sea. Trident. Oeh, cool. Boot. Droomvrouw. Nog meer boten. Droomvrouw. Oké, where do we place the cake? Ik denk dat we dat gewoon hier op de... hoe heet het kunnen doen? Bloep. En now we leave a sign. Hallo Lotje. Hier een cake. Van je vriendje.
XOXO. Long live Dotje. Yes. Oh, horse. Don't stand in the way. Ga eens aan de kant, want dit is mijn verrassing. Horsey, get out of the way. Dit is mijn verrassing. Cake. Hier een cake voor je vriend. Ja. I agree. I fully agree. I salute you, house. Dat is leuk gedaan. I like that. Alleen, kijk, hij heeft hier zo'n lantern. En dan moet eigenlijk met die ook dan aan het uiteinde. Dat is misschien ook wel heel vet. Nu zie ik daar een hele creatie naar gorten te bekritiseren. Dat is nou ook weer niet helemaal de bedoeling. Hello, zombie man. Get lost. Thank you. Ik heb ook gewoon een shield die ik gewoon nauwelijks gebruik. What? I blocked you. Dank u. She has chickens. Oeh, ik kan de kippetjes anders wel even eten geven. Hello, spooktrein. Heeft zij zaadjes hier liggen? Anders moet ik het hele grasveld naar gorten werken. Oeh, zijn wortels. Poch. Zelfs ik heb geen wortels. Nou, we komen hier vast nog wel een keertje terug. Maar het is echt super tof dat het zo op een bergje is. Oké, we go back home. Because we have a mission. Oké, de missie is natuurlijk even dit uitbreiden. Of in ieder geval mijn farmpje weer incasseren. Maar ik moet even in de gaten houden of die villagers een zombie, please, get lost. Dank u. Ik moet kijken of die villagers inmiddels jobs hebben gekregen. Want anders zit ik ook een beetje van, ja, anders heeft het ook vrij weinig zin wat we hier aan het doen zijn. Want die ene, daar baal ik wel een beetje van, dat ik die ene villager niet kan vinden. Want daar had ik echt een fucking goede deal mee. Dat als ik rotten flesh aan hem verkoop, dan krijg ik daar, hoe heet het, voor? Een emerald. En die emerald kan je weer gebruiken voor andere dingen. Dus, yes, I baal. En ik wil eigenlijk, want ik moet nu elke keer via dit stomme grasveldje lopen. Ik wil eigenlijk nog iets van een soort paadje zo over het water als een soort bruggetje naar dit dorp toe werken. Zodat ik in ieder geval een beetje erbij hoor in plaats van elke keer op afstand zo zitten kloten. Plus we moeten ook eens even kijken hoe dat zit met dat breeden van dorpelingen. Want ik zie er nog steeds vier en ik heb talloze broden naar een mik geschoten. En er is gewoon helemaal niks gebeurd, hè? Adult villagers breed depending on the time of day need to be willing to spawn baby villagers who, which also require beds. Hebben we meer beds nodig? Willingness. Willingness after mating, la 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 la. Ja, hier. Villagers can become willing by having either 3 bread, 12 carrots, 12 potatoes or 12 beetroots in one stack in their inventory. Dus dat deed ik goed. Any villager with an access to food, usually farmers throw foods at villagers, bla 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 bla. Oké, het kan zijn dat ze dan gewoon nog niet willing waren. En het kan zijn dat ik nog wat meer bedden moet plaatsen. Dus daarvoor zullen we eventjes sheep moeten vinden weer. Maar als ik gewoon genoeg bedden plaats, gewoon echt misschien... Oh shit, ja, dit was niet mijn bedoeling. Dus meer beds, meer bread. Dat is ook een goeie. Thank you. Hey, donkey. Nu had ik ook gelezen dat als je een chest op een donkey plaatst, dan vergroot je de inventory space van het beest. Nou, nu heb ik nog nooit echt problemen gehad met inventory space, tenzij ik echt diep aan het graven ben en ik kom in een cave system. Maar mocht het ooit het geval zijn, dan weten we dat. Wederom 3 bedden erbij. Ja, en brood. Dus ik maak ook wel even een zoot brood. In de hoop dat ze dan eindelijk eens een keer op elkaar duiken. Want ik word er wel een beetje spuugzat van dat mijn dorpelingen maar... Met 4 personen dit... Nou, er zijn toch veel meer bedden dan dit, joh. Dit ere, hier staat een bed. Dit staan echt talloze bedden. Alleen ik denk dat ze gewoon niet willing genoeg zijn. En moet het echt per huisje 1 bed? Of kunnen er meer bedden in 1 huisje? Hello kitty cat, how are you? Yes. Hold up, is dit mijn kat? Shit, dit is mijn kat. Hoe ben jij naar buiten gekomen? Is dit mijn kat? I don't know. Het is mijn kat. Oh mijn god. Mijn hemel. Nou, fuck it. Je mag wel mee op avontuur. Oh. Hello Boggerino. De cleric. Hij is wedergekeerd. Oh mijn god. Ik was zo bang jou kwijt te raken, joh. Oh, oké. Okay. I place another bed if you could move, yes. Oh no. Oh no. Oh no.
You have fucked it over. Yes. Dit heeft me gewoon serieus 3 wol gekost, jij arrogante zak met je klote neus. Huh? Oh, what the hell? Mijn bed is terug. Zo, dat was weird. Dat klopt niet. Ja, omdat hij beukte toen ik hem wilde plaatsen. Toen zag ik hem niet meer in mijn inventory. En dacht ik, ah, chips. Hij is footsie. Maar nu is hij gewoon weer terug. Maar ik moet mijn farm denk ik eventjes uitbreiden. Aangezien ik wat meer brood nodig zal hebben in de toekomst. Vooral als ik dat hele dorp wil laten groeien. So I need to expand. En ik stel voor dat we dat nu eventjes gaan doen. Dus als we dit daar plaatsen, dit daar bovenop, pakken we wat water. Hoppa. Dat heb ik waarschijnlijk niet juist aangepakt door het aan de kant te pakken, maar fuck it. Enge geluiden wederom. Ga alsjeblieft weg. 1, 2, 3. En als het goed is, heb ik het juist afgemeten dat dit dan 1, 2, 3 zou zijn. Oef, I did not. Bucket of water. Hopsa, erin, want anders gaat het... Wordt het land droog en dan blijf ik ploegen. Hoppakee, hoppakee. Hopsa. Oké, we hebben land. Now we need the seeds. Ja, ik heb watermeloen slices. Nu weet ik niet welke kant die op gaan groeien. Tenminste. I cannot place that. Misschien als ik dit doe. Dat ik een zaadje zo overhoud. Is dat correct? Incorrect, chef. Dat had ik zo moeten doen. Zo, 2 meloenzaadjes aan de zijkanten. Dan kunnen die hopelijk naar de buitenkant groeien. Ik weet niet welke kant ze op groeien. En dan moet je grab a lot of seeds. En we fill that bitch up. Oké, dat staat. Laten we nog even een paar extra torches hier neerkwakken. Gewoon voor extra licht. En dat creepers en skeletonies niet zo dichtbij komen. Want ik heb een hekel aan die gasten. Oh, oh, oh. Jezus. Camouflage kan je wel zeggen. Ik wilde net een torge plaatsen. Get lost. Oh, wat een smerig beest. Het zou ook zo zonde zijn. Ik ben nu level 28. Echt, de volgende keer dat ik kan enchant is. Gelijk, bam, level 30. Bam, gelijk goede shit. Ik wil het eens even testen met die ezel. Kistje op zijn rug. How does that even work? Oeh, 4 eieren. Nice, thank you. Oh, no. Alhoewel, misschien wel. Nee. Oké, zo. De kist. Oké, that does not work at all. Wat nou als ik zo doe? Oh! Oh, wow. Oh, dat is leuk. Ja, yeah, I like that. Thank you, donkey. Ik ga toch nog even een poging doen om extra diamonds te halen. Want het is gewoon erg karig, hè? Ik hoor een glansrijk veel water hier. Maar ik zit echt van... Ja, maar waar zit het dan? Zit het boven me? Nee. Zit het onder me? Zit het naast me? Ik hoor het voor me. Ja, ik hoor het ook boven me. Hold up. Hello, water son. Oké, nu hoor ik ook ineens denderend veel lava. Oei. Oh. Gewoon letterlijk hier recht vooruit. Oh, nee, blaas me er niet in. Help! Oké. Afbakening maken, zodat we er niet in glijden. Huppakee. Yes, lava source. Yes. Dieven met je water. Is wel handig. Want obsidian zullen wij toch een keer nodig hebben. Voor als wij een, hoe heet het, willen maken. Een nether portal. Oh, dat kunnen we eigenlijk wel doen. Dat ik gewoon nu terug ga om een diamond pickaxe te halen. And then we do this, yes. Yes, there it is, hello. Het is geen geweldige. Maar daarom wil ik eigenlijk nog een nieuwe hebben met Fortune 3 er uiteindelijk op kiegelen. Alleen daar heb ik dan een enchantment, nee, een anvil voor nodig, geloof ik. God, dan maak je dat ook weer. Dat was iets met een blok en gewoon, dat was echt puur iron. Was het zo? No. Was het zo? Yes. En dan zo. Zo. Anvil, help me out here. Oh mijn god. Zag je dat? New recipes unlocked inderdaad. Maar dan loopt hier letterlijk een creeper om mijn huis heen. Waar is hij heen? Oh no.
I don't want you to blow up all my shit, boy. Is hij naar beneden gegaan? Oh! Jason! Man, oh man, oh man. Dit kan je me niet aandoen. Gast! Ik ga toch eens een keer echt een hartinfarct hiervan krijgen door die griezelige gozers. God, non de juvent. Dit is niet normaal. Is grote nee. Goed, ik was er in ieder geval achter gekomen hoe ik dit crackding moet maken. Ik moet er nog zo één. En nog zo één. En volgens mij zitten we dan serieus met vier nog goed. Want het was show. Anvil, plonk. And we place the anvil on the top floor. Klonk. Yes, oké. Okay, en dan kunnen we, als het goed is, als ik me goed kan herinneren. Wacht, fuck it, anders maken we er gewoon gelijk één. I need 3 diamonds. Yes, and I need that one. Maar volgens mij kosten er dat ook levels om te doen. Oh, laat me sowieso even eentje craften dan. En dan zo. Plus boek equals enchantment cost 6. Diamond pickaxe. We noemen het de moneymaker. Hoofdletter M. Klonk. Lekker man. Kostte me inderdaad wat levels. 7 levels. Waarschijnlijk omdat ik een andere naam aan gaf. Maar. Ja, dan laat ik die gewoon even voor wat het is. Ik kan altijd terug teleporteren. Dat is het gedoe niet. Maar goed, laten we nu weer even de mijnschaft ingaan voor de obsidian, yes. Ah, obsidian, wat een bitch om te hakken. Doe ik het überhaupt wel goed, want ik zie weinig... Het ging bijna fout. One farm rono feather, 20 obsidian erbij. Equals... grote poort. Fuck. Ik weet de vorm even niet meer van hoe ik dat moet maken. Maar ik geloof dat 20 wel voldoende is. Uiteindelijk zullen we ook een flint en steel nodig hebben. We hebben vast echt ergens nog wel flint. Serieus, geen flint. Ben ik... Mijn kat! Kut, ik ben mijn kat vergeten! Oh, shit. Die zit nog in het dorp. Oh my god. Fuck the obsidian poort. I don't give a shit. Waar is mijn kat? Kat. Here boy. Hello. Oh, shite. Is dat mijn kat? Kat? Is it you? It is you. Hello. Och. Ja, ik weet het. Maar kan je niet zomaar weer er vandoor gaan? Dit vond ik wel een beetje naar. Kom maar. Als je thuis komt, krijg je vis van me. Ja, nee, oké. Okay. Ja, dat snap ik. Maar weet je... Thuis is veel lekkerder dan vis. Ja, dat dacht ik. I knew it. Wat? Waarom ga je die hoek nou erin? Wat is er zo aanstekelijk aan deze hoek? Wil je op dat bed? Je wilt op dat bed. Ik weet wat ik fout heb gedaan. Oké. Het is omdat ik per ongeluk daar mijn bedspawn set had neergezet... Dat hij daarop gaat zitten. En dat hij dan erkent van... Oh, dat is jouw bed. Dus ik moet daarop zitten. Creepers, get the fuck out. Ik loop wel zo. Dus als ik in mijn huisje weer de bedspawn zet... Dan komt hij als het goed is weer terug. Bedspawn set. Oké. Now we wait until he comes back home. Tenminste, ik kan hem wel even escorteren... Aangezien het nacht wordt. En dan kan hij opgeblazen worden door creepers. Of in allemaal narigheid. Skeletonen. Oh... Kitty cat. Come home. Hello. Kitty. Ik heb je trouwens nog helemaal geen naam gegeven. Maar hoe vind je het om gewoon... I shall call you Puck. Kom mee, Puck. This way. Moet ik je nou serieus lokken met... Kom. Yes, goed zo. Nou... Ja, dat is, je staat aan de verkeerde kant van de deur, Puck. Kom op deze kant op. Oi. Ga maar op bed liggen, inderdaad. Eerst show. Misschien moet ik daar echt inderdaad een soort achterdeur voor vinden. You want fish? Ja. En dan mag je daar ook blijven zitten. Jemig, ik schrok me dood wie hier weg was, joh. Wat was het? Obsidian... Maken we die ook gelijk nog eventjes. En een flint en steel had ik nodig. Kwam ik achter dat ik geen flint had.
Nou, dan komt dat maar een andere keer. Maar ik moet de vorm hebben. En die kwak ik. Nou, weet ik veel. Heeft het echt veel waarde om een specifieke de plek ervoor te hebben? Misschien hier of zo. Spoderman. Kan je mijn kippen even met rust laten? Dank je, Sjeun. Jongens, jongens, jongens. Gekkigheid. Oh, de gate was even open. Oké, hier wilde ik nog farm maken. Dus dan doen we dat eventjes hier. Als ik me... Zo. Dan moet ik eigenlijk even een paar tijdelijke blokken hebben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En hopsa. Zo. Dit blijkt de economische versie te zijn. Aangezien je die hoeken niet hoeft op te vullen. So that's very nice. Waar haalt men flint vandaan? Oh, dat is van gravel, hè? Oh, kak. Heb ik serieus nog geen enkele keer flint? Dat verbaast me gewoon. Yeah, flint en steel. Baba da baba da baba da baba da ba. Hopsa. Oké, ik ben gewoon uit nieuwsgierigheid. Wil ik gewoon even kijken wat de andere kant is. Maar daar gaan we niet verder op in, want dat doen we dan wel een andere aflevering. Oh, wow. Een zombie pachman bijeenkomst. Oh god, die heeft wel een mooi zwaard. Die wil ik eigenlijk wel hebben. Maar lastig, lastig, lastig. Yes, oké. Quartz. Leuk om te hebben. Levert ook best wel wat, hoe heet het op? Experience. Dus dat is fijn. Voor de rest heb ik geen idee wat je met quartz kan maken. Behalve gewoon geinige blokjes. Yes, yes, yes. Nou, ik zie niet zo gauw iets spectaculairs in de nabije omgeving. Maar daarvoor zullen wij eens een keer op reis moeten gaan. Oh. Kak. Nee. Wiens fucking huis is dit? Waar ben ik? No. Oh, shit. Dit is ook gewoon, doe even normaal, joh. Kijk nou wat dit is en kijk wat ik heb. Dan heeft die sortering lelijk en... Oh, welp, I don't give a damn. Oké, hoe kom ik weer terug bij mijn eigen huisie? Oh, moet ik teleporten? Oh, for fuck. Ik kom nu gegarandeerd hier terecht. Ja, dit is niet de bedoeling. Ik bedoel, wat is dit ook überhaupt? Hoe kom je hier binnen? Kruipend niet. Wat is dit voor tyfus grote tempel? Ik hoor geluid hieronder. Nu ben ik nieuwsgierig ook. Ja, ik zal waarschijnlijk terug moeten teleporteren. Oh, wow. Yes, I see. Yes, chaos. Coal. Yes. Geen idee van wie dit is. Een zeer inefficiënte farm. Kan beter met water worden omgegaan hier. Infinite pool. Handig. Moet ik eigenlijk ook hebben. Nou ja, ik woon naast een riviertje. Tering veel koeien. Ja, die hebben het daglicht nog nooit gezien. Dus, maar er stond hier ook geen bordje. Dus ik kan ook niet weten van wie dit is. En dit zou dan... Jezus, een grote gangenstelsel zijn. Oeh, dat is creepy met die halve toortjes. Wow, creeper! Ik wil de boel niet opblazen. Ik wil de boel niet opblazen. Ik wilde het niet om mijn geweten hebben. Oké, dit is mijn stelsel. Oeh, creeper! Oh, nee. Oké, ik ga hier vandaan. Dit is niet meer mijn probleem. Waar is de trap? Hier is de trap. Doei! Ik ben terug geteleporteerd. Stik er maar in. Stik er maar lekker in. Maar dat is me toch een partij grote kloten dat mijn portal even daar naartoe gaat. Zeer grosse scheis. Goed. Dat was dat. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze Minecraft aflevering. Vond je het leuk? Beloon het dan zeer zeker met een duimpje omhoog. Wil jij twee andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij. Dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!